de tonijn marineren, want ik wil mijn tonijn beschermen tegen het hete vuur. We gaan de tonijn marineren met de Diablo saus. Die zorgt er niet alleen voor een goede smaak, maar die marinade gaat een beschermlaag geven rond uw tonijn, zodanig dat je de hete barbecue, die toch rond de 500 graden heeft, niet uw tonijn zal verbranden. Wil je die smaak meer in uw tonijn hebben, is het beter dat je hem daags voordien marineert en in de koelkast stopt. 2 uurtjes voor de barbecue uithaalt en dan direct op de hete barbecue afgrillen. 2 à 3 minuutjes langs beide kanten gaan we die tonijn een korstje geven, zodat hij van binnen nog mooi sappig is, eigenlijk zelfs een klein beetje koud is. De rooster die staat helemaal laag, want stel je voor, als de rooster helemaal hoog staat, ga je nooit dat resultaat kunnen hebben zoals die helemaal dicht bij de kooltje staat. Ik heb een slaatje gemaakt met komkommerblokjes en tomatenblokjes. Ik ga daar een klein beetje fijn gesneden charlotjes bij voegen. Een klein beetje bieslook. En dan gaan we dat uiteraard ondersteunen met een lekkere frisse vinaigrette op basis van ook charlotjes en bieslook. En nu gaan we de lekkere tonijn op het laatste op ons bord, lekker warm. En uiteraard niet vergeten de lekkere Diablo. Aan tafel!